Welkom bij de yoga in Deventer en omgeving. De laatste tijd hoor je steeds meer over sociale bubbels. En dat interesseerde mij wel, zo'n bubbel. En ik heb me er eens een beetje in verdiept en het heeft eigenlijk wel heel veel voordelen. Kijk, in zo'n sociale bubbel kom je mensen tegen die op dezelfde frequentie zitten als jou. Het aantal sociale contacten zijn wat minder. Ik heb veel gehoord over eenzaamheid de laatste tijd. Dus als je kiest voor een sociale bubbel, dan kom je elkaar intens tegen. En je hebt op het ogenblik in deze wereld heel veel groepen. Je hebt de complotdenkers. Je hebt de mensen die helemaal achter de regels staan en hoe we op het ogenblik handelen. Je hebt mensen die de spirituele kant opzoeken, die naar binnen toe gaan met meditatie en met yoga en op deze manier de crisis doorkomen. En zo heb je, ja, en die groepen die worden steeds duidelijker op Facebook en op de social media. Zie je steeds meer dat die groepen zich profileren. En daarom is er nu een yoga-bubbel in Deventer en omgeving. Ik moest eerst een beetje lachen om dat woord yoga-bubbel. Maar als je er goed over nadenkt, dan is het eigenlijk wel een hele mooie bubbel. Want je komt meerdere keren of één keer in de week bij elkaar. En dat is een klein groepje, niet meer dan 9 personen. En je zit in dezelfde energie. Dat voel je ook. Als je een yogales samen zo ervaart, dan, ja, ik vind dat moeilijk uit te leggen, maar dat is een soort groepsenergie. He, dan door die stilte en door die vibratie, zeg maar, van al die mensen met dezelfde intentie, dan, ja, soms word ik er zelfs emotioneel van, dan gebeurt er iets. Dus in zo'n yoga-bubbel kom je dus elke keer weer die energie tegen, dat je naar binnen toe gaat. En dat heeft mij ook veel gebracht. Je hebt mensen die zitten ontzettend in de buitenwereld, die kijken op bepaalde sites wat er allemaal te vinden is over deze crisis op het ogenblik. En ik ben daar al helemaal mee gestopt. Voor mij is het, ik zit zelfs op het ogenblik in een yoga-lockdown. En wat is dat? Mijn hele leven bestaat uit yoga. Zoals nu dat yoga-filmpje opnemen over de yoga-bubbel. Dat is dat lesgeven, dat is dat mediteren. Zelfs de water-yoga zit in de bubbel daarvan. Nou, wil jij dat eens ervaren? Dat je samenkomt op allerlei fronten via het yoga-nieuws, bijeenkomsten, yogalessen. Je kunt overal voor kiezen. Alles is vrij natuurlijk. En dat je samen die energie ervat en dat je weer naar binnen toe gaat. Dus niet in de uiterlijke wereld, want dat heeft mij niet veel gebracht de afgelopen maanden. Maar die innerlijke wereld. En dat je daar ook mooie rituelen gebruikt als mantra's en mudra's. En de yoga biedt zoveel. Mail mij dan eens. Jouw eerste yoga-bubbel, yogales is gratis. En die bubbels die zijn in Deventer en omgeving. We hebben een Terwolde-bubbel, we hebben een Twello-bubbel, we hebben een Epse-bubbel, we hebben een Kolmschaten-bubbel. Dus kom eens samen met mij delen de yoga-bubbel-energie. En mail mij info@yogaberrydeventer.nl.